We hebben in de loop van deze uitzendingen kunnen zien dat de grote kerk in haar geschiedenis de tekens en littekens van voorbije eeuwen duidelijk laat zien. We maken samen met gids Huub Geurts weer een rondgang door de kerk en zien daarbij onder andere ook het 19e-eeuws beeldhouwwerk van Atelier Raammakers uit Geleen. Dag dames en heren, welkom voor een verdere rondleiding in onze kapittelkerk. Onze kapittelkerk heeft natuurlijk ook een naam, en wel een heel bijzondere naam. Sint Petrus, stoel van Antiochië. Een naam die zelden voorkomt. Sint Pieter in de winter, het Petrusfeest in de winter. We gaan vandaag eens even kijken naar een paar schilderijen uit het leven van Sint Petrus. We bekijken vandaag enkele 18e-eeuwse Luikse schilderstukken met afbeeldingen van Sint Petrus. Sint Petrus was de meest impulsieve en spontane apostel. Dat maakt hem sympathiek. Hier laat hij een lamme bedelaar aan de stadspoort weer lopen. Petrus en Paulus stierven allebei de marteldood. De schilder beeldt hieruit het afscheid van Petrus en Paulus. Paulus, de rechtse figuur, wordt als Romeins burger onthoofd. Petrus wordt gekruisigd. Petrus vond dat hij het niet waard was om op dezelfde manier als zijn meester te sterven. Op zijn verzoek wordt hij met het hoofd omlaag gekruisigd. Een aantal kerkmeubelen zijn uit dezelfde tijd als de schilderijen die we net zagen. Ze zijn uit de 18e eeuw en gemaakt in de zogenaamde Lodewijkstijlen. De huidige communiebank was het onderstuk van de vroegere koorafsluiting. Het gedeelte van de kapittelheren en dat van de parochianen werd gescheiden door siersmeetwerk. Bouwmeester Kuipers plaatste een deel van de koorafsluiting achter in de kerk. Het is tegenwoordig het oxaal voor het koor. Het oxaal heeft in zijn versiering en kapitelen klassicistische invloed. De preekstoel is een prachtvoorbeeld van de zogenaamde Louis XV-stijl, hoogtepunt van de Franse barok. De opengewerkte leuning en de sierlijke asymmetrische vormen zijn kenmerkend voor die tijd. De vergulde lijnen verlevendigen het geheel. De uitgebuikte kuip is kenmerkend voor de Maastrichtse en Luikse meubelkunst. Deze grillige versieringen zijn ook bij de biechtstoelen te vinden. In de 19e eeuw wordt alles wat met barok en Lodewijkstijlen te maken heeft aan de kant gezet en grijpt men terug op de middeleeuwse kunst. Het nieuwe hoofdaltaar dat in plaats kwam van het rococo-altaar moest naar middeleeuwse aard veel verhalend beeldhouwwerk bevatten. Atelier Raammakers uit Geleen maakte het hoofdaltaar. Vier gebeeldhouwde taferelen en in het midden een kruisigingsgroep.
De voorstellingen hebben betrekking op de Eucharistie. De mannaregen. 40 jaar trokken de Israëlieten door de woestijn. Mozes en Aaron leidden het volk van God naar het beloofde land. 'S Morgens vroeg vonden zij het eetbare manna. Zij verzamelden en aten, waardoor ze in leven bleven. Het tweede tafereel toont ons de bruiloft van Kana met de bruiloftsgasten. Maria zegt tegen Jezus: ze hebben geen wijn meer. Het gevolg is 6 waterkruiken vol met de beste wijn. De broodvermenigvuldiging. Een grote schare is Jezus gevolgd en heeft honger. Er zijn 5 broden en 2 vissen. Als ze allemaal verzadigd zijn, is er nog een massa over. Het krombroodrapen vindt zijn oorsprong in dit evangelie. Het vierde tafereel is het laatste avondmaal. Alle apostelen staan of zitten rond de tafel en luisteren en kijken devoot naar de instelling van de Eucharistie. Judas is ongeïnteresseerd. In zijn linkerhand heeft hij zijn verradersloon. De figuren in de diverse taferelen zijn levendig uitgebeeld en interacteren met elkaar. Het geheel heeft een eenheid van kleurstelling. Dit samenbindend element van de taferelen versterkt de monumentaliteit van het geheel. Een kleine groep kerkwachters heeft vandaag repetitie. Af en toe gidsen ze elkaar om hun kennis op te frissen en te vergroten. Jo van IJs staat bij de Annunciatie of Maria Boodschap, de zuidwang van de koorbanken. Hij vertelt over het beeldhouwwerk. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria heeft loshangend haar en de engel een banderol. Aan de onderkant staan profeten afgebeeld. Margriet Klaasens vertelt over de wang aan de noordzijde, de kroning of zegening van Maria. Christus is gekleed als koning. In één hand houdt hij een wereldbol. Hij zegent Maria die haar handen heeft gevouwen. Maria draagt nu ook een kroon. Ook hier staan aan de onderkant profeten met banderollen. Beer Smit toont ons in een koorbank de zogenaamde misericorde. Het zijn zitsteuntjes. In Vlaanderen heten ze zitterkes.
Zij waren een welkomsteuntje tijdens het urenlange koorgebed. De 50 plaatsen van deze koorbanken hebben allemaal verschillende misericordes. Een wonderbaarlijke mengeling van kerkelijke en wereldlijke motieven. Deze misericorde draagt zijn kapittelheer met kloeke vastberadenheid. Deze man met zijn uitgestoken tong heeft daar duidelijk helemaal geen zin in. Een onverklaarbare middeleeuwse symboliek. Twee vogels met één mensen- of dierenkop. Ook deze knop heeft middeleeuwse symboliek. Twee vogellijven met verdraaide nekken. In de jaren 50 en 60 zijn een aantal misericordes vernieuwd. De beeldhouwer nam motieven die rond 1960 actueel waren. Een meisje met een hulahoop. Ruimtevaart was toen ook actueel. We zien het hondje Laika in de Russische Sputnik. Het eerste levende wezen in de ruimte. Spreekwoorden en maskers. Eva van Boetberg was een voorname dame. Zij stierf in 1602 en werd in de kerk begraven. Ze kreeg niet alleen een grafsteen, maar ook een grafmonument. Vermennes vertelt over de bijzonderheden van dit monument. Hij wijst op haar hoogadelijk wapenschild. Links zien we vier adelskwartieren van vaderskant. Rechts vier adelskwartieren van moederskant. Vermennes is ook de man die het studiemateriaal voor de gidsen samenstelde. Hier staat Changesse bij een ander gedenkteken. Een gegraveerde koperen plaat. Een aandenken van een 17e-eeuwse kapittelheer Tienen. Dit is de enige kapittelheer van wie we weten hoe hij heeft uitgezien. In een kapittelkerk vind je natuurlijk ook een beeld van de patroonheilige van de kapittelheren. Johannes Nepomucenus of Nepomuk. Hij is hier afgebeeld als kapittelheer met bonnet en hermelijnen schoudermantel. Hij is ook de patroon van de biechtvaders. Volgens een legende wilde koning Wenceslas uit Praag om een of andere reden graag weten wat zijn vrouw gebiecht had. Nepomucenus zweeg en vertelde het niet. De koning beloofde hem een zak met goudstukken als hij het zou zeggen. Nepomucenus bleef zwijgen. Hij moest naar de gevangenis. Ten slotte werd hij van de Karelsbrug in Praag in de Moldau gegooid. Hij verdronk. Een van de 30 beelden op de brug is het beeld van de heilige Johannes Nepomucenus. Aan het parochiealtaar vinden we moderne kunst. Hier verklaart Harry Hermans enkele beeldhouwwerken van Piet Killaars. Dit portret van deken Thijssen is geschilderd door Georges Tillens.
de dienaar Gods op weg naar de zaligverklaring. Toon Hermans kreeg zijn eerste lessen in schilderkunst van Georges Tillens. Deke Thijssen maakte een diepe indruk op de jonge Toon. Toon zat vaak achter in de kerk bij de oude grafstenen. Hij kon daar onopvallend een kerkdienst bijwonen. We besluiten onze rondgang door deze kerk. Hartelijk dank aan de leden van het Kerkenwachtgilde die ervoor zorgen dat onze historische kerken in de binnenstad iedere middag bezocht kunnen worden. Elke middag van 2 tot 4, van dinsdag tot en met zaterdag bent u welkom. En het kost helemaal niets. Wilt u toch wat geven, dan kunt u nog altijd een kaarsje opsteken of een offerlicht. Bedankt voor uw aandacht.